weg naar Schotland. Zo is dat. Over 300 meter bereikt u de bestemming. Sluisplein 33. De bestemming ligt links. Nou, dan gaan we de boot oprijden. Ik hoop dat we daar helemaal naar boven toe. Toch nu hoop ik. Moeten wij ook naar boven? Lekker. Ik vind het best wel spannend, jij niet? Nou, een mooie view van onze cabin. Hè? Oh. Sam schatje. Hallo. Ik zie hier onze eenpersoonsbed. We hadden nog een gast mee kunnen nemen. Of sterker nog, twee gasten. We hadden nog twee gasten mee kunnen nemen. Maar gelukkig gaan wij wel in het bedje beneden. En geruststellend voor ons allemaal, we zitten dicht bij de reddingsboten. Maar goed, laten we even hopen dat we die niet nodig hebben. Nee, het was denk ik dat we er zo in kunnen. Ja. Nou, zelfs een bureautje. Hartstikke mooi. En hier zelfs nog een eigen wc. Wastafel en een mooie douche. Het ziet er super uit. Het moet goed komen. Uitzichtje op IJmuiden. De oude stad. Het is een beetje winderig. Die kant zou aankomen rijden. Klaar voor de reis Schotland in dadelijk, Monique? Ja. Het duurt wel lang, maar dat geeft op zich niet. We hebben alle tijd. Ja, hè? Dus, nou, misschien dat ik het dek laten zakken. Zoals gaan kijken. Ja. Ja, ik had gevraagd. Ja. Ja. Zitten. Ja. Nou, dan gaan we dan aan de linkerkant rijden. En de uitdaging liep bij Monique. De uitdaging liep bij mij, want ik schrok me net al kapot. Omdat ik dacht van, oh, ze zitten aan de verkeerde kant. Maar het gaat vast goed komen. En de navigatie heeft het in ieder geval al goed opgepakt. Nou, is net niet zo mooi. Nou, om naar Schotland. Nou... We hebben net al staan kijken bij het monument en bij de vlag en bij het bord van Welkom Schotland. Maar nu gaan we zo meteen echt Schotland inrijden. Hier op het bord is het te zien, Welkom in Schotland. En ja... Nou, een klein stukje van de camping af. We kunnen zo naar de zee fietsen, de inham bij Edinburgh. Echt mooi. We kunnen tot het hoekje even fietsen. Thank you.
mooie verrassing op de eerste dag in Edinburgh. Het is eigenlijk schitterend weer. Vind je ervan, schatje? Het is wel echt een cadeautje, want het zou vandaag slecht weer worden. Nou, hè? En dan zitten we gewoon in het zonnetje buiten. Nou, op naar Edinburgh Castle. Het is nog steeds droog, het zal niet al te lang meer duren, maar we gaan het dadelijk beleven. Echt wel mooi, vind ik. Ja. Ik kan het niet echt zien, maar ik zal kijken of ik er een stukje van kan maken. We zijn net uit Edinburgh vertrokken en gaan nu naar Braemar of Braemar. We weten niet precies hoe je het uitspreekt, maar deze brug en vooral die rode die je daar op de achtergrond ziet is een hele beroemde brug. We moeten nog 1,7 rechtdoor. Erg leuk plaatje dit zeg. Pittig. Pittig toch? Ja. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar... Nou, dan gaan we op naar Blair Castle, hè. Zijn maar in het raak. Nou, gaan we eens kijken. De grote balzaal van het kasteel. Dus die kan ik ook afhuren voor feesten en partijen. Moet je wel een leuk gezelschap hebben, denk ik. Hier worden de Braemar Highland Games gespeeld. Waarschijnlijk ook erg beroemd. En zelfs Queen Elizabeth II heeft hier een aantal keer als van grootste zelfs elk jaar hier kijken naar de Highland Games. En uiteraard heeft ze er ook een eigen huisje. Ja, met die hut op naar de top. Nou, mooi uitzicht op de sneeuw. Het is hier echt heel erg mooi, vind ik. En zo lekker rustig. Echt heel, heel, heel leuk.
Mooi, hè? Heb je het uitzicht al gezien? Ja. Nee, dat heb je nog niet gezien. Overal? En zoals de Engelsen zeggen, a lovely day for a walk in de sneeuw. Het verandert elke 15 minuutjes volgens mij. Hè? Ja, zoiets wel. Het is echt elke keer ook maar kort. En dan schijnt de zon weer. En dan het kwartier gaat het weer sneeuwen. Ja, erg bijzonder. Nou, vertrekken we weer vanuit Bremer. Op naar de volgende plek. We gaan naar Inverness. Volgende plek in Sla linksaf naar A93. Maar eerst gaan we nog even naar Castle Balmoral. Waar het buitenverblijf van koningin Elisabeth was. Elisabeth. En waar is overleden? En waar is ze overleden, inderdaad. Maar ik snap al dat ze hier graag kwam. Oké, zo mooi. Het is inderdaad heel rustig. Hierachter ligt er nu een heel stuk, zie je dat? Oh ja. Ja. En dan is het wel lastig om alle twee door te rijden. Maar gelukkig zijn er genoeg plekjes waar je dan vervolgens even kunt stoppen. Dan gaan we weer verder. Ik geloof er mooi uit op de islands. Het is oh zo rustig. Nou, het heet dan de voorjaarsvakantie, hè? In de sneeuw. En natuurlijk zou ik Monique even trakteren op een sneeuwballetje. En ons lunchplekje van vandaag. Voor een mooi uitzicht op de Highlands. Zo goed maar eens zien. Ja. Nou, dit is de fietsroute naar Loch Ness. Vandaag fietsen we richting Urquhart Castle. En uiteraard Loch Ness zelf. En dan kijken we nog even hoe laat het wordt. Misschien dat we daar dan nog even naar de Culloden slagvelden gaan, liggen vlak bij de camping. Dit stuk hebben we toen straks gefietst, maar zijn we tot de conclusie gekomen dat we dat toch echt een te gevaarlijke weg vinden om op te fietsen. En dat er verder zagen we geen andere mogelijkheid om naar Loch Ness te fietsen. Dus zijn we uiteindelijk hebben besloten om terug te gaan en de camper te pakken. En dit is dan het beroemde Loch Ness. Helaas van het monster is geen enkel spoor te bekennen. Toch te weinig whisky gedronken, denk ik. Sorry. This was
years later they were awarded. Maar wie waren nou de goeie dan? Jacobieten of? Jacobieten waren de Schotten. De Schotten, dus waren eigenlijk. Ja. We zijn hier op Culloden, waar de Battle of Culloden plaatsvond. Tussen de Engelse overheidstroepen en de Schotse clans. Helaas regent het vandaag, maar ook dat hoort erbij. Maar kijk daar. Steeds hartstikke mooi, hè? Ja. Nou, we zitten op 3,5 kilometer van de camping en hebben een beetje het idee alsof we hier aan het eind van de wereld zitten. Echt heel uitgestrekt, nauwelijks huizen, nauwelijks auto's die je tegenkomt. Het is echt heel erg ver vanuit van de bewoonde wereld af. En we hadden niet in de gaten dat we zo ver achteraf gingen zitten. Maar ook wel heel erg mooi, de weg die we hier naartoe hebben gereden en de uitzichten die je hier hebt. Nou, we zijn bijna bij de camping in Port au Blais en het uitzicht is echt ongelooflijk mooi. Nou, op naar ons eigen strandje, Monique. Zeg, op naar ons eigen strandje. Mooi hier, hoor. Hè? Zo rustig, hè? Echt super rustig. Nou, ik sta inmiddels boven op de heuvel, die links van de camping ligt. En een ongelooflijk mooi uitzicht. Eigenlijk een beetje wat ik verwacht had. Een stukje water. Niet verwacht dat was de haven van het dorpje. We hebben ook heel ontzettend lekker gegeten in het restaurantje hier bij de camping. Verse vis, schelpdieren, kreeftjes. Die zijn allemaal vers gevangen zijn, dus je moet vanuit de haven van het dorpje een kleine vissersbootjes weg. En het is ontzettend mooi droog weer, dus dat is natuurlijk ook hartstikke top. Kortom, wel genieten en de klim zeker waard. En zoals het kopje net al zegt, 4 elke dag. Dat was veranderlijker dan het weer in Schotland. Gisteren zo'n verdeelde dag regen. En vandaag een heerlijk zonnetje. Met een heerlijk uitzicht vanuit de camper. Een van de mooiste plekken, denk ik, waar we ooit hebben gestaan. Hoi, hoi. Hey. En wat vind je ervan? Nou, ik vond het hier al een prachtige plek. Nou, het droog is en de zon schijnt, is helemaal geweldig. Die gaan we zeker een keer terugkomen. Ja, hè? Aanradertje. Echt de mooiste plek die we gehad hebben. Eigenlijk die we ooit gehad hebben. Ja, ja, zeker een aanrader. Kijk uit voor de schaapje. Die we gisteren allemaal niet zo lagen liggen. Dat het gewoon veel te bewolkt en slecht weer was. Daar lijkt een oude vulkaan te zijn. Echt? Wat zei je? Dichtbij.
Ja, dat is mooi, hè? Heel mooi. Dat stadje met al die witte huisjes, hè? Ja. Daar zit een stille pool. Dat is mooi in het water. En heel de kerkstrek naar de eilanden. Dat moet zeker weten als de duwt niet uitgaat. Maar ja, dan eens verder kijken. Nou, dit is onze uitzicht met de lunch vandaag. Weer van die hele mooie vergezichten. Al van die eilandjes, rotseilandjes in zee. En het is eigenlijk best wel helder boven zee. Aan de andere kant, het typisch Schotse bewolkte landschap. En we zijn heel erg benieuwd, helaas is het net weer een beetje in te ruppelen. Dus hopelijk wordt het direct beter als we te gaan wandelen. Dat we daar naartoe gaan. En naar de Old Man Store. Dat is een hele bekende wandeling op Sky. En die willen we direct gaan proberen te lopen. Wel even spannend om te kijken hoe het met mijn enkel gaat en of het gaat lukken uiteindelijk. Maar alles moet beter dan we maar alleen gaan lopen. Zoveel filmpjes ben ik van het maken. Zo mooi. Uitzicht op de Man of Store en ja. De baai. En hierachter, precies aan de overkant van die baai, daar stonden we vanmorgen. Dat is 37 kilometer hemelsbreed en rijden 175, dus we hebben alweer een flink tochtje op zitten. Nou, op naar de Old Man of Store. Kijk, vereeuwigd bij aankomst. Vereeuwigd bij aankomst. Ja, 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 ja. Ik moet nog fris kijken, want je hebt nog een wandeling te gaan, hè? Ja, we hebben wel een wandeling gehad, hè? Ja, dat is waar. Ik snap dat jullie gestrest maken van je plan. Ons camperplekje in Portree. Nou, het is in ieder geval even droog. Ik vind het vandaag geen geweldige dag, hoor. Maar het uitzicht was wederom geweldig, eigenlijk, moet ik zeggen. Het is een mooi plekje. Heer des huizes van het nederige stulpje. En de lady des huizes die er. Lekker. Zeg je de lady des huizes die de nieuwe sloffen laat zien? Welke slof heb je nieuwe? Dat zijn wel leuke. Nee, en het geweldige uitzicht. Nou, het is dezelfde weg als dat we gisteren gereden zijn naar de Old Man of Store. Alleen vandaag regent het en is het uitzicht dus heel anders. We zien de Old Man of Store nu ook helemaal niet. Thank you.
in Schotland. Niet normaal, autowagen. Dat is paniek. Wim heeft zoveel gedronken dat je zijn jas in de auto niet meer terug kan vinden. En dat komt door zijn driver's pack. Heb je geen jas meegenomen? Nou, we zijn net naar de Telske distilleerderij geweest, de goede proeverij gehad. En we hebben nu de taxi genomen naar de ferry pool. Het meest romantische Schotse kanier in kasteel te zijn. En dat zegt wel wat natuurlijk. Bovenaan, eigenlijk naar het midden, is dan de top van Ben Nevis, de hoogste berg van Groot-Brittannië. Nou, zijn we de fietsen weg naar de Stelwaterval en fietsen hier langs de Nevisrivier af. Dat is kennelijk het Glen Nevisdal, waarin al die logs zijn ontstaan door een grote aarscheuren honderden miljoenen jaren geleden. Ja, schitterend hè? Weliswaar geen fietspad, maar het is ontzettend rustig hier. Het is prima te fietsen. In een hele mooie omgeving. De Lower Pollis bij Nevis. Zo mooi. Dit is de rivierstroom van de Stielrivier, de Nevis denk ik. En dan daarachter is Rode Water, Stielwaterval. Thank you.
met de tweede stop van vandaag, Neptune Staircase. Het is eigenlijk een van de laatste stukken van het Caledonian Channel kanaal, moet ik zeggen, Caledonian kanaal. Het begint bij Inverness, via Loch Ness een aantal andere lochs. En het eindigt dan uiteindelijk via 7 of 8 sluizen die aan elkaar zitten, terug in de Atlantische Oceaan. We zitten hier in Glencoe. Zijn we nou niet gaan wandelen omdat dat toch net te veel leek te zijn voor mijn voeten en mijn enkel. Maar misschien volgende keer als we weer in Schotland komen dat dit dan wel goed is. Super mooi hier ook. Ruik. Oak Tree Inn. Even verkennen. En vanmorgenavond hebben we daar besproken om lekker een hapje te gaan eten. Nou, toepasselijk cadeautje gehad van de kinderen. Clever Forever, dus laten we hopen dat we nog heel lang kunnen spelen. En inmiddels zijn we druk bezig om weer het spel te krijgen. We hopen er het beste van. Ik doe wel. En we gaan er lekker mee aan de gang. Blauwe. Nou, 5 mei in Schotland. Morgen was een beetje druilerig. Blijft het nog warm hoor. Leuk fietspad, ja. Een verrassingje. Hè? We zijn vanmorgen vertrokken vanaf Loch Lomond. We zijn nu op weg naar Newcastle, waar we morgen de ferry pakken, terug naar IJmuiden. We hebben een mooi vergezicht. We staan hier eigenlijk op de grens tussen Schotland en dat was van symboliek. Een beetje donkere lucht vandaag. Hier nou wel op het zonnetje door, maar het wil nog niet echt lukken. Ik ben benieuwd hoe het blijft. We zijn er net het mooie Schotland uitgereden en Engeland ingereden. Het is erg slecht weer. Er liggen veel passen op de weg. Dus we gaan voorzichtig rijden en dan op weg naar Newcastle. En we gaan zeker een keer terugkomen met Peter in Schotland. Ja. Want we zijn alle twee best wel verkocht en heel erg enthousiast. Zeker. Nou, het laatste overnachtingsplekje van de Tour de Schotland. Nu zitten we in Engeland.
Goedemorgen. We denken dat het mooi weer is, maar het lijkt er mistig om het te kunnen zien. Dat is ook typisch het weer in Engeland, denk ik. Maar we hebben wel mooi zicht op waar eigenlijk de vuurtoren zou moeten zijn. Dat zou die ook wel zijn, we zien hem alleen niet. Het is toch een leuke wandeling. Je kunt er nog omlaag lopen langs de klif, die toch wel hoog zijn. En een mooi zicht op de zee bij Epp. We zijn op de vuurtoren, de lighthouse. Terug naar Nederland. Superleuke vakantie geweest. Jammer van het allerlaatste stukje waar we net een aanrijding hebben gehad. En dat je achter hem aan moet beter. Maar gelukkig valt het allemaal mee en hebben we zelf niks. En degene die tegen ons aanreed ook niet. Dus we gaan nu lekker hier de boot op. En vanavond nog een leuke avond van maken. En dan morgen lekker naar huis. En dan maar weer verder kijken. Zo weg.